Ja, plannen om binnenkort naar de Efteling af te reizen voor een dagje uit. Dan ga maar van sparen, want een bezoekje aan de Efteling wordt vanaf 1 april weer duurder. Een kaartje wordt dan 32 euro, ruim 10% meer dan de 29 euro die je nu per persoon kwijt bent. De prijzen voor de kaartjes voor de Efteling zijn altijd al goed voor discussie. Want hoe graag de kinderen er ook heen willen, bij een gemiddeld gezin doet het betalen aan de kassa toch wel pijn in de portemonnee. De toegangsprijs wordt nu dus 32 euro per persoon. Maar het lijkt de bezoekers niet af te schrikken. Ja, dat is jammer, maar we gaan toch gewoon blijven komen. Zal het u niet weerhouden om terug te komen? Nee, we doen ook niet zo heel vaak. Dus nee. Parkeren kost ook al 10 euro. Ja, belachelijk hè? Dat is heel veel, maar wij hebben een abonnement en aangezien wij boven de 60 zijn, is dat helemaal niet duur. Goed. Goed? Ja, ze zijn heel het jaar open, dus dan mogen ze gerust wel een verhoging doorvoeren, vind ik. Het houdt u niet tegen? Nee, zeker niet. Okay. Nee, het plezier van de kinderen gaat boven alles. Dat vind ik heftig. Ja, het is niet mis. Het is een flinke smak geld wat men moet betalen. Ja. Ja. Zal het u weer houden om vaker te komen? Ik heb een abonnement, dus ik kom zeker vaker, maar het heeft wel even geduurd om inderdaad overstag te gaan om dit jaar het abonnement te kopen. Ja, weet je, iedereen vindt eigenlijk dat de Efteling gratis moet zijn. Hè? Want de Efteling is van ons allemaal. Hè? Ook eigenlijk is iedereen directeur van de Efteling. Maar ja, we investeren veel. Nou heeft die gast daar niks mee te maken. Hè? Dat doen we, moeten we gewoon maar doen. Maar het zijn allemaal te hoge investeringen. Joris en de Draak, Sprookjesboom, nu Ravelijn. Ja, dat kost veel geld. En ja, dan moeten we in ieder geval zorgen dat we dat weer terugverdienen.